met u allemaal van harte welkom te heten op ons dorp namens het bestuur en namens de bewoners van Huis Duinen. U ziet dat we een van de mooiste kustgemeentes van Nederland zeg ik altijd. En het wordt alleen nog maar mooier met uw ideeën straks. En ik gun jullie dat ook vandaag, dat het effect is wat jullie gaan beleven met elkaar. Ik vind het ook fantastisch dat er een maatschappelijke omgeving is, Cursang, een wijk, een vereniging. Er stonden al heel veel bewoners hier op. Er zakte een beetje af, maar is altijd een aantrekkelijk dorp geweest. Kent ook wel wat oude historische plekjes, met name het kerkje hier. Als we hier naar buiten kijken, dan kijk je tegen het kerkje aan. Is een reis van Utrecht naar Istanbul. Ik was nieuwsgierig wat er gebeurt als je geïmproviseerd op reis gaat. Als je over 10 jaar terugkijkt naar wat je nu nodig hebt. Wat is de stap die je nu kan zetten waarvan je dan denkt, ja, dat is goed dat ik die stap toen genomen heb, want die stap heeft weer allerlei andere stappen tot gevolg gehad. Want iedereen heeft dromen in zijn leven. Maar het realiseren van je dromen, dat vraagt om een bewuste actie. Dat het leven je gaat geven waar je lang op hebt gewacht, spreek je uit. Pap, dit is leuk om de grenzen heen te kijken. En zo had durf je ook je uit de grenzen heen te ervaren. Met de onderwijsinstellingen ontstaan en hebben we vanuit de omgevingsvisie een aantal rubrieken geselecteerd die dus de inhoud van de omgevingsvisie waar moeten gaan maken. Welke mogelijkheden zijn er om energie op te wekken, energie op te slaan, maar ook zonder dat natuurlijk het mooie natuurgebied hieromheen verstoord zal worden door eventuele fabrieken of enzovoort. Wij hebben met z'n allen de omgevingsvisie doorgelezen en wij zijn gaan kijken wat wij qua zorg en welzijn kunnen betekenen. Wij hebben een advies gegeven hoe kunnen ouderen die fysiek beperkt raken langer thuis blijven wonen. Dus wij gaan kijken naar wat voor aanpassingen kunnen gemaakt worden. Schoolvoorbeeld vinden van participatie. De jeugd die meedenkt over onze toekomst, over onze omgeving. En er is niks mooiers dan dat het op deze manier gebeurt. Ik zeg altijd gekscherend, wij zijn in staat om een zonde op Mars te zetten. Dan moet participeren in de samenleving toch een peulenschil zijn. Higher, 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 higher